Vrijdag 7 februari, vier dagen nadat de eerste geplande repetitiedag was van Tick, Tick, Boom. Maar wat schrokken we allemaal toen we hoorden dat John Voice, hoofdrolspeler, hij speelt Jonathan, ziek was, griep. Maar gelukkig, hij zit hier naast me. John, hoe is het? Goed, veel beter. Ja. Ja, ik had flinke koorts afgelopen weekend, ja? Waardoor ik gewoon niet vliegen kon. Maar gaat beter. Ik ben eergisteren aangekomen en zijn gelijk begonnen met repeteren. En dat loopt al aardig. Zondag werd me blauw in het e-café Zwartwerk. Voel me groen, kijk die heel rode kleur. Reed de druk, mensen eet toch thuis. Vertel eens. Jij was rond je 25e bedrijfsleider van een kapperszaak. En wat gebeurde er toen met jou, wat een beetje lijkt op de hoofdrolspeler van Tick, Tick, Boom? Ik was 23, geloof ik. Dat is al lang geleden. Wat er gebeurde met mij, ik maakte altijd al muziek. Dus ik speelde in bandjes vanaf mijn 16e. En dat ging gewoon steeds meer tijd innemen in mijn leven. Dus het werd ook steeds belangrijker voor me. En dat is natuurlijk wat bij Jonathan in ons stuk ook zo is. Dat hij had een doel waar hij naartoe wilde. En als je dat doel wil bereiken, moet je soms andere dingen opgeven. Hè? En in dit geval was dat voor mij mijn baan. Die heb ik echt opgegeven. Ik ben toen naar de theaterkade in Amsterdam gegaan. Daar werd ik aangenomen. Heb ik auditie gedaan. En ben mijn droom gaan volgen. Blijf toch thuis. Dit is duur. Je staat rood. Net als in Tick, Tick, Boom, dat de wereld om je heen zegt van, maar wat doe je nu? Je hebt een baan, dat is een goede baan ook. En je kan muziek toch altijd nog als hobby houden. En toen dacht ik van, nee, maar dan ga ik het niet bereiken. Dan kom ik niet daar waar ik heen wil. En die lijn heb ik gewoon echt doorgetrokken. Ik heb voor mijn hart gekozen. Ja, precies. Ja. En het resultaat was daar. We hadden Tarzan, Tarzan, Mamma Mia en Joseph. Mia, We Will Rock You. We Will Rock You. Ja, Rembrandt heb ik nog gedaan. Met andere woorden, geen spijt. Weet je wat? Wat? We zouden gewoon kunnen gaan. Ergens anders gaan wonen, buiten. Richting het strand of richting bossen. Amsterdam uit? Ja. Waarom niet? We worden allebei doodmoe van de stad. Een ritje op de rondweg voel ik me 10 jaar ouder. Maar ik wil hier aan de bak. Het is al over 3,5 week. Ik wil je niet bang maken, maar voel jij niet een tikkende tijdbom? Nou, die is er misschien een beetje. Maar ik heb veel voorbereidend werk zelf al gedaan. Ja. En wij allemaal eigenlijk. Dus het is nu de puzzelstukken op zijn plek brengen. En langzaam gaan groeien in het verhaal. Ja. Hoort dat er altijd bij? Jezelf voorbereiden in thuis, in je privé situatie? Vind ik wel. We houden ook van om een beetje beslagen ten ijs te komen. Mm. Maar dan beperk je je niet tot alleen maar uit het hoofd leren van de teksten? Nee, je denkt ook alvast na over het personage. En in dit geval gaan we met de cast ook plaatsnemen bij de band. En spelen we ook allemaal een instrument. En dat was voor mij al wel wat jaartjes geleden. Dus dat moest ik wel even opfrissen. Mm. Dus om dat er een beetje cool uit te laten zien, moest ik me wel voorbereiden. Ja, dat instrument, welk instrument ga je bespelen? Piano ga ik spelen en een beetje xylofoon. En hoe gaat het je af? Ja, dat gaat goed. Er zit mijn pianoleraar Egbert Derks mag trots op me zijn. Het is allemaal teruggekomen. Bastiaan, ik ben opgelucht. Jullie zijn er nog steeds. Ja, zeker. Jij ook? Zijn of heb jij altijd vertrouwen gehad in deze productie? Ja, dat sowieso. Ja. Ik wist gewoon, deze voorstelling gaat er komen. Mm-hmm. Linksom of rechtsom, het gaat gewoon gebeuren. Ja. En zie hier, we zijn er. En toen John zich ziek meldde zondagnacht, dacht je toen niet even, het stort in?
Nee. Dat stort dan niet in. Je moet dan eventjes een probleem omzeilen. Mm-hmm. En, nou ja, ziekte... Dat klinkt al als een producent, hè? Je moet even een probleem omzeilen. Ja, nou ja, je moet altijd je doel wel in de gaten houden. Hè? We gaan een voorstelling neerzetten. Ja. En dan kan iemand ziek worden. Dat kan. En dat is heel menselijk. En we gaan het gewoon op een andere manier doen. Maar we zijn al heel ver. Ja. En dat wordt fantastisch. En tot mijn grote opluchting zie ik zelfs decor staan hier. Ja. Maar er staat me nog bij, op Voor de Kunst hebben jullie een crowdfunding project voor het financieren van decor. Dat er al is, moet ik het zo zien? Nou, dat wat we al binnen hebben aan financiering bij Voor de Kunst, .nl. Ja. Hebben we dit decor al wel kunnen maken. Ja. En dit is ongeveer een derde van het decor. Mm-hmm. En de rest moet nog ontwikkeld worden. Ja. Uiteindelijk moet dat er zeker gaan komen. Dat gaat er ook komen. Ook weer linksom of rechtsom. Ja, precies. Het decor gaat er komen. En het is een fantastisch ontwerp geworden. En op het moment dat ik het voor het eerst zag, dacht ik ook van zo, dit gaat een mooi toneelbeeld opleveren. Ja. Want hier kunnen we heel veel mee. Ja. Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb vanochtend gekeken. Jullie hebben 32% van de financiering. Mm-hmm. Wat als het niet lukt? Ja, daar heb ik altijd een plan B voor. Ik zit nooit op één spoor. Hm. Ik moet altijd kijken van scenario's overwegen. Hm. En dat decor gaat er komen, dat is geen enkel probleem. Ja. Alleen, ik wil het liefst dat mensen dat we het samen kunnen doen. Hè, zoals het hele project eigenlijk ook opgezet is. Iedereen kan ook iets bijdragen aan die voorstelling. En hoe fantastisch is het als je in de zaal zit en je ziet gewoon van nou, daar heb ik aan meegewerkt. En bovendien kun je hele leuke dingetjes krijgen als je hier mee doet. Is Rent natuurlijk heel zwaar op de hand vergeleken met Tick Tick Boom. Bij Rent gaat het op leven en dood en dit crisis of geen crisis. Ja. Wat maakt dit stuk volgens jou toch nog urgent? Nou ja, ik denk eigenlijk dat je elk probleem op leven en dood kunt spelen. Ja. Kijk, als ik iets wil, maakt niet uit wat, dan als die wil maar zo groot is, dan is die noodzaak ook zo groot. En dan kan het elk probleem zijn. En nou ja, goed, ik ben ook bijna 30. Eind van dit jaar word ik 30. Dus ik kan me wel inleven. Het heeft toch echt wel met het leven te maken. Mm. En wat dat betreft zit die noodzaak er gewoon absoluut in. Ik denk dat Tick Tick Boom in die zin net zo urgent is dat het voor een hele grote groep echt over een daadwerkelijk probleem is. Mm-hmm. Zeker in deze tijd waar crisis op de loer ligt nog steeds. En waar mensen echt nog niet helemaal weten hoe of wat. En juist in deze tijd is het mooi als er mensen daadwerkelijk een keus durven te maken om het roer om te gooien. Zoals ook de producent gedaan heeft. Wat natuurlijk heel tof is. En ik denk dat het in die zin net zo urgent is als Rens. Was de lesjes naar de hel, Harry Potter dood, Voldemort voor het kappen van de kaken. Een krokodil die dit ooit moet jij keuze maken. Zachte heksen, gele leggen, mooie gouden beker. Kijken lady, rode schoentjes, rood blijft dikker, dat is zeker. De tijd is sneller en mensen hebben minder tijd. Het individu sneeuwt wat onder. En iedereen heeft van alles te doen. En wat doen we met onze tijd en waar ben ik als individu? Waar ben ik op de goede weg? Ben ik aan het doen wat ik het liefste doe? Ja. En dat is wel een vraag die vroeger wat meer gesteld werd dan nu, omdat we eigenlijk niet bij stilstaan. En ik denk dat het wel goed is om af en toe even een pas op de plaats te maken en even te denken van, goh, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja. Ben ik op de goede weg? Het gaat erom wat in jouw hart leeft. In dit geval is het muziek, maar het kan van alles zijn. Het gaat erom dat jij een keuze maakt. Wat de rest van de maatschappij of je vrienden, wat een afspiegeling is van de maatschappij, tegen je zegt. Ja. Dat je gewoon denkt, ja, maar ik wil dat zo graag doen. En dat je het in ieder geval probeert. Ik heb het ook geprobeerd. Ik ben dan niet heel hard op mijn bek gegaan. Maar ook al ga je dan een keer op je bek, dan sta je weer op. En dan heb je wat geleerd. Mm-hmm. En dan word je er rijker door. Ja. Dat vind ik het mooie aan deze voorstelling. Dat het is dus niet eigenlijk het thema. Is natuurlijk bijna 30 nog niks bereikt. Mm-hmm. Maar dat zou ook kunnen zijn, ja, bijna 40 nog niks bereikt, bijna 18 nog niks bereikt. Dat maakt niet uit. Zing niet lang, zal niet overleven. Ik zie geen happy ending. Ik hoor het tik-tik-boom.
toneel is alles erger dan in het leven. Hoe geldt dat dan voor jou? Is het zo zwaar, 30 worden? Het kan het zijn. Voor anderen, maar niet voor René. Ik heb ook absoluut mijn dingen gehad en gedaan en meegemaakt. Ja. Maar ja, je hebt het achter je. Ja, en er komen hele mooie dingen aan. Ik heb een hele lieve vriend waar ik mee verloofd ben. Oh, kijk. Dus er staan mooie dingen in de planning. Op naar 40 gewoon. Ja joh, tuurlijk. Ik heb de pony. Applaus en door.